Nou, in eerste instantie is de bedrijfstuk bouw natuurlijk een hele interessante branche. Uh, we komen uit een crisis waarin uh, de bouw natuurlijk wat negatief in het nieuws is geweest. Uh, wij als bouwmensen Twente Almelo hebben de afgelopen jaren heel veel activiteiten gedaan. die gericht zijn op uh, instroom. Dat begint al in het basisonderwijs. En ik denk dat een heleboel van die activiteiten ertoe leiden. dat nu de economie in de bouw weer klimmende is, dat daardoor de instroom ook weer stijgt. Welke mensen melden zich? Nou, in de eerste instantie zijn natuurlijk VMBO-schoolverlaters die de afdeling bouwtechniek hebben gedaan. Maar we zien ook de afgelopen 1-2 jaar dat er steeds meer vakvreemden instromen. En een andere bijzondere uh, weg is dat er nu ook heel voorzichtig de terugkomers uh, zich gaan melden. Die dus in de crisis uh, de bedrijfstak hebben moeten verlaten. En die nou heel voorzichtig weer terugkomen en bellen van kan ik nog in opleiding en waar kan ik aan het werk. Wat zijn de mogelijke effecten van de huidige instroom voor de toekomst van de bouw? Ja, die huidige instroom die stijgt dan wel, maar we zijn er nog niet. We lopen nog steeds een beetje achter de feiten aan, omdat er natuurlijk binnen niet al te lange tijd uh, een hele grote groep mensen weer wat ouderen de branche gaan verlaten. En die moeten we vervangen, maar dat redden we nog niet, want we zijn nog niet eens uh, op sterkte om het huidige uh, bouwvolume te maken. Bent u tevreden met de huidige instroom? Ja, natuurlijk zijn we tevreden. Want als ik kijk naar drie jaar geleden, dan zat hij op ongeveer zeven mensen en nu zit hij tegen de dertig. Dus wat dat betreft zijn we tevreden. Alleen, we zijn er nog niet.